De toekomst van de Bredabus is weer onzeker, nu die verbinding fors meer gaat kosten. Maar partijen komen in actie. Ik heb er vertrouwen in dat de provincie naar ons luistert en middelen zoekt om deze Bredabus in stand te houden. Dat moet. En verder in het nieuws vandaag. Zeeland bereidt zich voor op Dudley en Eunice. En bedden beter verdeeld dankzij corona. Goedenavond. De toekomst van de Bredabus, die Hulst met Brabant verbindt, staat weer ter discussie. De kosten van de verbinding stijgen de komende jaren met 60% tot 1,6 miljoen euro per jaar. Alle reden tot afschaffen vindt de provincie, maar daar zijn politieke partijen het niet mee eens. En dus duikt de bus in allerlei verkiezingsprogramma's op, van Zeeland tot Breda. Sinds ik statenlid ben, hebben ze al 3 keer geprobeerd om de Bredabus af te schaffen. En ik ben zelfs nog bereid om te vragen van God, we gaan een handtekeningactie opstarten om deze Bredabus voor onze studenten, maar ook voor onze ouderen, eigenlijk voor iedereen die er gebruik van wil maken of maakt, om deze te behouden. Volgens het provinciebestuur gaat deze bus de komende jaren zo'n 600.000 euro per jaar kosten. En daarom zouden ze hem het liefst willen afschaffen. Toch hebben partijen in Provinciale Staten eind december weten te voorkomen dat dat gebeurt. Maar gerust zijn ze er nog niet op. Wat het provinciebestuur nu zegt, dat ze voor het bedrag waarvoor ze 10 jaar geleden het hele openbaar vervoer hebben aanbesteed, het nu ook weer willen doen. Nou ja, dat is een utopie. Dus ze moeten bij ons weer voor geld komen, dat kan niet anders. Ja, en dan komt de discussie, is de meerderheid van de staten nog steeds bereid om het bedrag wat het gaat kosten er ook voor uit te geven. Wat vindt u ervan dat hij al 3 keer op de schopstoel heeft gezeten, die Bredabus? Dat vind ik diep en diep triest. Echt waar, dat vind ik diep en diep triest. Want volgens Nijsken zorgt de bus ervoor dat jongeren de binding met Zeeuws-Vlaanderen houden, ook als ze in Breda op kamers zitten. Omdat ze dan ieder weekend naar huis kunnen en dan blijven ze hier bij een voetbalclub, een tafeltennisvereniging of een tennisvereniging. En dan gaan ze zondagavond of maandagmorgen om 6:30 met de eerste bus weer terug richting Brabant. Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht roeren ook de lokale partijen zich. Zo komt de Bredabus in meerdere verkiezingsprogramma's voor. En het beperkt zich niet alleen tot Zeeuws-Vlaanderen. Zo komt er steun uit Breda zelf. De nieuwe lokale partijlijst Pim Fortuyn Breda heeft de bus en het belang ervan opgenomen in haar verkiezingsprogramma. Wat je ziet is dat Zeeuws-Vlaanderen aardig wat studenten heeft. Die gebruik maken van de Bredabus om in Breda of Tilburg of eventueel verder nog te reizen. Het is toch wel fijn dat studenten uit onze eigen regio, en daar schaar ik dan Zeeuws-Vlaanderen ook maar even onder, dat die gewoon terecht kunnen hier voor een goede opleiding. Terug in Hulst bij raadslid Nijskens, want het is uiteindelijk de Zeeuwse politiek die er wat aan kan doen. Tot nu toe kostte de bus 1 miljoen per jaar. Volgens het provinciebestuur komt daar de komende jaren 600.000 euro per jaar extra bij. Toch doet Nijskens een dringende oproep. Dat de provincie naar ons luistert en middelen zoekt om deze Bredabus in stand te houden. En als dat niet gebeurt, dan gaan we de bevolking mobiliseren, denk ik. Voorlopig blijft lijn 19 dus gewoon nog rijden. Maar de vraag is wel, wanneer steekt de discussie weer de kop op? Want met kosten van 600.000 euro per jaar en een provinciebestuur dat die kosten het liefst ziet verdwijnen, komt die discussie gegarandeerd terug. Storm Corrie is nog maar net achter de rug en nu staan de volgende 2 stormen al voor de deur. Dudley en Eunice. Strandpaviljoen Noorduinen bij Domburg treft daarom alvast extra maatregelen. Want na storm Corrie was er veel schade en zag het er zo uit. En dat willen ze niet nog een keer. We hebben 1 geluk dat het nu een klein beetje meer heeft geregend. En dat zorgt ervoor dat het zand niet zoveel verstuift. En daardoor hopen wij dat het deze keer niet zo erg wordt als de vorige keer. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege storm Dudley die vanavond over het land trekt. Er worden zware windstoten verwacht tot 100 km per uur. Vrijdag trekt Eunice over het land. En hoe deze storm uitpakt is nog niet helemaal duidelijk. Wel wordt er rekening gehouden met extra hoge waterstanden vanwege springtij. Maar al met al heeft zo'n storm ook zijn voordelen. Mensen denken altijd dat een strandpaviljoenhouder dat allemaal rozengeur en maneschijn is. Maar in de winter bestaat ons werk voornamelijk uit het scheppen van zand. En dan kunnen we het abonnement van de sportschool opzeggen. Een echte winter met schaatsdagen zit er de komende tijd niet in. En in Scherpenisse verwachten ze ook niet dat er dit jaar nog geschaatst kan worden.
Daarom laat ze daar met water gevulde ijsbaan weer leeglopen. Het water verdwijnt niet in het riool, maar gaat via een sloot naar het bassin van een fruitteler in de buurt. Het waterschap heeft me gisteren gebeld en zei: André, je bent je bassin aan het vullen. Als wij nou de schaatsbaan laten leeglopen, zorg dan dat je pomp klaar staat, dan kun je het water meenemen. Ah, dat is gewoon prachtig, machtig om dat te kunnen doen. Het bassin is bedoeld voor de beregening van zijn perenbomen, maar Alkema staat ervoor open om het bassin ook voor andere doelen te gebruiken. Maar misschien dat we volgend jaar hier wel onze eigen schaatsbaan kunnen maken. Of misschien het nieuwe jaar beginnen met een nieuwjaarsduik. En vrijdag, dan is het zover. Dan is de anderhalve meter afstand niet langer verplicht en kan het mondkapje de prullenbak in. Maar gaan we dan ook meteen weer over op het handen schudden of houden we nog even afstand? Ja, dat is heel fijn. Het zal wel even wennen zijn na 2 jaar. Freedom! Ik vind dat fantastisch. En dat zo blijft ook. Gaat u meteen weer handen schudden en omhelzen? Nou, bij sommige mensen misschien wel. Dat vind ik het toch wel weer fijn dat je weer een knuffel kan geven eigenlijk. Gewoon weer normaal je gang gaan met alles wat je gewoon normaal kon doen. En u bent er niet bang voor, want de besmettingscijfers zijn nog steeds heel hoog? Nee hoor, ik geloof er eigenlijk niet veel in, maar we houden ons aan de regels, hè. Ja, en we hebben dezelfde vraag vandaag ook voorgelegd op ons Instagram-account. En daar bleek dat rond de 55% de anderhalve meter vrijdag meteen weer loslaat. Decoratiestukken voor op taarten en tractaties en feestkaarten. Niet bepaald een gouden business in coronatijden. Evelien van der Blik uit Vlissingen wist dan ook met moeite haar bedrijfje draaiende te houden. Maar mede dankzij haar buitenlandse klanten is het gelukt. En dat haar bedrijf het heeft overleefd is belangrijk voor haar, want Evelien heeft MS. En dan kan je niet veel meer dan vanuit huis werken. Het is heel veel Amerika, ook Engeland, sowieso België, Duitsland, Australië ook. Want daar heb ik ook een hotel die... Tenminste, een kennis met een hotelketen die het daar voor mij verkoopt. De overige klanten heeft ze geworven via Etsy, een online platform voor handgemaakte producten. Ze moest wel reclame maken voor zichzelf in het buitenland, want in Nederland was er weinig belangstelling. Als je veel voor huwelijken doet, ja, dan is het natuurlijk geen verrassing dat een poos niet zo heel leuk is geweest. Maar gelukkig merk je nu dat mensen weer trouwlustig worden en sowieso uit het buitenland merkte je dat al wat langer. Maar nu gelukkig ook weer in Nederland, dat feesten en dingen, dat het weer langzamer op gang komt. En dus maakt Evelien weer lange werkdagen die ze vanwege haar ziekte zelf indeelt. Een gewone baan is niet zo vanzelfsprekend voor mij. Want als ik dit doe, mijn eigen werk, dan gaat het gewoon goed. Omdat ik mijn eigen tempo en mijn eigen dagritme helemaal kan bepalen. En dan ook kan zeggen van oké, nu werk ik een poosje op de computer en daarna heb ik wat energie. Dan sta ik een poosje bij de lezer. En dan kan ik het een beetje zelf balanceren. Op 22-jarige leeftijd kreeg ze te horen dat ze MS had. De doktoren zeiden zelfs dat ze binnen een jaar permanent in een rolstoel zou zitten. Dankzij haar doorzettingsvermogen en al die jaren blijven trainen heeft ze dat kunnen voorkomen. En is zelfs haar jeugddroom uitgekomen. Ik zei al als klein meisje van ik wil later als ik groot ben wil ik een eigen winkel. En dan wil ik alleen maar producten die ik zelf maak verkopen. Dus eigenlijk ben ik teruggekomen bij wat mijn jeugddroom was. Ze is ontzettend dankbaar dat ze dit bedrijfje thuis heeft kunnen opzetten. Vooral omdat je eigenlijk voor de rest zo weinig opties leek te hebben, is het geweldig dat je zelf wel iets gevonden hebt wat wel gaat. Vooralsnog houdt Evelien het bij een webshop, maar haar droom is om ooit ergens een winkeltje te kunnen openen. Eén centraal punt voor de hele provincie waar alle telefoontjes binnenkomen als ziekenhuispatiënten of kwetsbare ouderen niet naar huis kunnen en elders een verpleegbed nodig hebben. Het is voor Zeeuwse zorgverleners een lang gekoesterde wens die nu is uitgekomen, dankzij de coronacrisis. Hier bij de veiligheidsregio in Middelburg is er een tijdelijk centraal coördinatiepunt gemaakt. Hey Bert, goedemorgen met Manuela. Vanuit ziekenhuizen of huisartsenpraktijken uit heel Zeeland wordt er gebeld als patiënten een plek moeten krijgen in een verpleeghuis. Hier houden ze het overzicht voor de hele provincie en gaan ze op zoek naar een vrij bed op een geschikte plaats. Je zit vol, ja, stapelen gaan we niet doen, hè? Ik ga verder op zoek, dankjewel. We ontlasten de zorgverlener, hè, dus de huisarts, die moet niet meer gaan zoeken actief, dat doen wij allemaal. We proberen zoveel mogelijk over te nemen en we hebben sneller
zicht op waar een geschikt bed is. Dus we kunnen de patiënt sneller en beter bedienen. En de zorgprofessional voor een stukje ontlasten. Dus dat is win-win situatie. Die kamer die wordt zeg maar gebruikt als zijnde isolatiekamer. En die kan niet voor opname gebruikt worden. Deze manier van werken is ontstaan door de coronacrisis. Omdat de druk op de zorg dusdanig was dat de doorstroming problemen opleverde. En dit zorgt er dus eigenlijk voor dat er minder mensen in die ziekenhuizen te lang blijven liggen. Dat klopt, de doorstroming is dus beter. We kunnen ze sneller plaatsen. We hebben ook totaalzicht. Dus dat geeft gewoon veel voordelen. En dat merken ze ook bij ziekenhuis ADRZ in Goes. Voordat dit centraal coördinatiepunt bestond, kostte het de transferverpleegkundige soms meerdere dagen om een geschikt vervolgbed te vinden voor een patiënt. En dat is nu anders. Hierdoor worden patiënten sneller ontslagen en is er sneller ruimte weer voor een nieuwe opname hier binnen het ziekenhuis. Dus goed? Yes. Prima. Okay. Ja. We zien zeker nu de voordelen van het centraal aanmeldpunt. We zijn ook regionaal aan het kijken wat de mogelijkheden in de toekomst zijn. En hoe dat dan vormgegeven gaat worden, ja, dat moet de toekomst gaan uitwijzen. En aangeschoven is Els Fokker. Ja, Els, dit meldpunt is geboren uit nood, maar is dus een blijvertje. Het is een blijvertje. Het is al een hele lang gekoesterde wens. We zeiden het net al, er wordt al lang gesproken in Zeeland over zo'n punt. Ja, door nood nu opgetuigd en in de praktijk zien alle betrokken organisaties hoe goed het werkt. En ze willen er nu ook echt mee door. Ja, bespaart het ook geld? Zeker. Ze hebben nu een veel beter overzicht bij dit punt. Dat betekent niet alleen voor de patiënt dat het fijn is dat hij snel in het juiste bed terechtkomt. Het is ook van belang voor de ziekenhuizen en voor de verpleeghuizen. Want ja, elk bed, daar hangt een prijskaartje aan. Aan de andere kant, het zorgpersoneel heeft nu veel meer tijd om zich bezig te houden met de daadwerkelijke zorg. En dat is echt hard nodig, want we hebben tekorten in de zorg. En ja, de verwachting is voor de toekomst dat die tekorten alleen maar zullen toenemen. Want ja, de zorgvraag die blijft groeien. Ja, dus dit is een pleister op de wonden, in de eerste in ieder geval. Zo zou je het kunnen noemen. Els, dank je wel. Dankzij de harde wind ontstonden er regelmatig gaten in de bewolking vandaag. Het was wel zacht voor de tijd van het jaar, met maximaal 14 graden. En zoals daarnet al gezegd, gaat de wind de komende uren verder toenemen, met windvlagen tot mogelijk 100 km per uur. En morgen overdag is het ook stormachtig, met windkracht 6 tot 8 bij maximaal 9 graden. En tot zover Zeeland nu voor vandaag. Maak er nog een mooie avond van.